Ik woon mijn hele leven in Amsterdam. Ik woon niet mijn hele leven al in Watergraafsmeer. Ik denk dat ik nu 10 jaar in Watergraafsmeer woon. Bijna 11. En daarvoor heb ik in de Indische buurt gewoond, in de Pijp, in de Rivierenbuurt. En ik heb hier wel mijn hele lagere schoolperiode doorgebracht. In Watergraafsmeer. Ik wil in de stadsdeelcommissie omdat ik vanuit mijn werk al een aantal keer over de jaren heen heel fijn heb samengewerkt met Stadsdeel Oost. En dat daar hele leuke samenwerkingen in projecten, ook in samenwerking met de buurt zijn gekomen. En ik dacht van, hey, dit wil ik eigenlijk meer, dit wil ik doorpakken. En eigenlijk borgen in de wijk. Heel veel dingen waar mensen over klagen of in contact komen met elkaar. Mensen vinden dat soms moeilijk om elkaar te vinden. En ik zie dat die behoefte er ligt. Ik ben nogal een doorzetter en een vasthouder. Dus ik wil me daar gewoon voor inzetten om nog meer van dat soort samenwerkingen te krijgen. En ja, zodat we het eigenlijk allemaal gewoon heel erg fijn hebben en fijn leven samen. Je hebt het over je werk. Wat doe je voor werk? Ik werk op een mbo-school, ook hier in Watergraafsmeer. Nou, dus dat zijn jongeren tussen de 16 en de 24. Die zoeken stages. Ik ben van het stagebureau en daarnaast geef ik ze ook les. Je had het over projecten die je al gedaan hebt. Geef eens wat voorbeelden. Ik zit in de denktank, polarisatie hier in Stadsdeel Oost. En we hebben toen zitten nadenken van, goh, wat is nou leuk. Hoe krijg je mensen wat meer bij elkaar? Hoe leren mensen elkaar kennen? Eten. Eten werkt altijd. Dus we hebben daarvoor een project ontwikkeld waarbij mensen met elkaar gaan eten. Bij elkaar over de vloer komen. Die hebben zichzelf natuurlijk uiteraard daarvoor opgegeven. Soms is dat gewoon 1-op-1 geweest, maar ook in groepen. Zo ben ik met een school van Watergraafsmeer zijn we in de Indische buurt bij een islamitische basisschool gaan eten. Met mama's allemaal bij elkaar. Superleuk. Coaching vinden mensen heel erg leuk. Er zijn onwijs veel mensen die heel erg graag bijvoorbeeld jongeren willen coachen. En nou ja, door dat soort projecten op te zetten, eigenlijk een platform te bieden waarin iedereen elkaar kan vinden, zie je dat die samenwerking tot stand komen. Dat ik ben heel erg benieuwd wat ik terugkrijg van mensen hier. Dat vind ik heel erg interessant. Ik heb nu al een aantal mensen gewoon gesproken. Die zeiden van, hé, wat ga je doen en hoe ziet dat er dan uit? En dan krijg je te horen van, hé, ik woon in Betondorp. En ik wil heel graag koken voor bejaarden. Niet in een buurthuis, maar ik wil er gewoon 1 keer in de zoveel tijd. Wil ik er 5 aan mijn tafeltje. Kook ik lekker Italiaans of maak ik een stampot? En dan denk ik van, ja, dat is natuurlijk, dat zijn die dingen die je wil horen. En dan zegt diegene ook, maar hoe faciliteer ik dat? Hoe krijg ik dat mensen dat horen? Nou ja, dat kan je natuurlijk uitbreiden. Ik ken iemand die kookt met jongeren, met kinderen kookt ze. Die het niet zo breed hebben. En dat zijn dan allemaal van die eenlingen. Het is natuurlijk super als je dat meer bij elkaar brengt. Ik sprak laatst twee mensen die zeiden, hey, wij willen graag een gay pride in Oost. West heeft die wel, wij hebben die niet. Dan denk ik, nou ja. Dingen om over te gaan praten en dingen die mensen bij elkaar brengen in plaats van uit elkaar halen. Mensen die actief zijn, die doen dat vaak vaker. Die hebben een achtergrondgeschiedenis en die komen met allemaal ideeën. Er zijn natuurlijk ook veel mensen die niet zo in dat circuit zitten. Wil je die ook bereiken? Juist. Juist die mensen die niet in dat circuit zitten. Dat zijn ook de mensen die ik dan spreek. Die zeggen van ja, ik wil heel graag een paar vluchtelingen aan mijn tafel. Weer dat eten. Eten verbindt, blijkt. En die hebben zoiets van, ik wil een paar vluchtelingen aan mijn tafel. Staat ze daar met haar zoon van 17. En die vindt dat ook leuk. Ze heeft hard moeten zoeken. Het is er gelukt. Dan denk ik, ja, dat is zonde. Dat heel veel mensen veel ideeën hebben. Maar het moeilijk vinden om in contact te komen met elkaar. Ik spreek ook met andere mama's die zeggen van, ja, ik ga niet iemand zomaar op straat aanspreken. Van, hey, hoe ziet jouw leven eruit? Wat interessant. En kunnen onze kinderen eens een keer samen spelen? Maar je merkt dat alles wat we doen, mensen daar meer vraag en meer behoefte aan hebben. Ook als ze het uit zichzelf moeilijk vinden om dat aan te geven. Je zegt het al, mensen spreken niet snel iemand aan op straat. Dat is een blokkade. Ja. Hoe aanspreekbaar wil jij zijn? Hoe aanspreekbaar wil ik zijn? Hoe benaderbaar wil je zijn als je in die commissie zit? Wanneer ik in die commissie zit, wil ik gewoon heel benaderbaar zijn. In de zin van, kom naar me toe. Dat kan live op straat zijn. Ik zorg natuurlijk ook dat ik op social media benaderbaar ben. Want ja, je zal me niet overal op elke plek meteen kunnen vinden. Live bedoel ik eigenlijk. Dus ik denk dat het wel handig is als je me via social media contact of me gewoon mailt. En met je vragen, want ik denk dat het belangrijk is dat we wel naar elkaar luisteren. En dat wanneer ik in de stadsdeelcommissie zit, dat ik luister. Ik ben de ogen en de oren van de straat. Dus dat is wel belangrijk dat ik bereikbaar ben.
Die stadsdeelcommissie is een adviescommissie. Je kan niet echt zelf beslissen. Dat moet naar de gemeenteraad. En dat moet dan een zogenaamd zwaarwegend advies zijn. Hoe wil jij datgene wat jij op een gegeven moment gaat adviseren zwaarwegend laten zijn? Met goede argumenten. Ik denk dat het belangrijk is dat je mensen achter je hebt staan, ook in de buurt, die dat ook gewoon goed uitleggen. Daarvoor is het belangrijk dat ik weet hoe ik dat over kan brengen. Ik ben iemand die heel erg, ik knal daarvoor, ik ga daarvoor, ik vecht daarvoor. Voor wat andere mensen hier dan in de wijk belangrijk vinden. Dat zou dan ook mijn rol natuurlijk zijn. En ik denk ook dat het van twee kanten komt. Ik denk dat het ook belangrijk is dat het bestuur vertrouwen heeft in wat wij komen brengen. En als zij ons het vertrouwen geven dat wij hier de ogen en de oren van de vloer als het ware zijn, dan moet het van twee kanten komen. En ik weet waar ik het over heb. Ik woon hier, ik leef hier. Ik ben niet gebonden aan een partij en aan bepaalde visie in die zin die mij stuurt. Ik kan echt spelen met wat ik tegenkom. Je bent niet gebonden aan een partij, maar de politieke partijen doen wel mee aan deze verkiezingen. Die kunnen misschien een voordeel hebben, omdat ze al bekender zijn, misschien meer campagnebudget. Wat vind je ervan dat die politieke partijen hier ook aan deelnemen? Ik denk dat in de eerste instantie dacht ik van, hé, wat te gek, de buurt wordt betrokken. Ik vind het namelijk heel erg jammer dat je eigenlijk bestuur en eigen budget bij de stadsdelen op die manier dan weg heb gehaald. Maar ik zag daar ook weer een kans, want heb je de buurt echt nodig. Dat de politieke partijen meedoen zou het moeilijk kunnen maken voor de onafhankelijke partijen. En aan de andere kant denk ik, hé, je krijgt 2 stembiljetten. 3 eigenlijk, ook het referendum meegerekend. En dan kan je voor de gemeenteraad kan je zeggen, hé, ik ga voor die partij waar ik al jaren trouw aan ben. En dan kan je voor je buurt zeggen, hé, ik pak die buurtbewoner. Ik ga het vertrouwen geven en ik gun dat ook gewoon mijn wijk. Dan heb je het allebei gedaan. Dus ik denk dat het en-en kan zijn. Je hoeft niet te kiezen. Lobby voor lobby. Leuke woordspeling. Komt er eigenlijk op neer dat wat ik wil is lobbyen voor meer lobby in de buurt. En lobby is eigenlijk het Surinaamse woord voor liefde. Afgezien van het feit dat ik dat echt is waar ik voor sta, werkt het ook gewoon lekker, lobby voor lobby. En ik denk dat het altijd goed werkt als je meer liefde hebt voor elkaar. En het klinkt allemaal heel wollig en heel zweverig, maar in feite is dat wel de basis van alles. En liefde betekent ook dat ik met deze stad en met deze wijk geen one night stand aanga. Ik ga echt gewoon door ook de moeilijke tijden wil ik er zijn. Het betekent vertrouwen en het betekent ook doorzetten wanneer het even niet lekker gaat. Doorpakken, goed luisteren naar elkaar. Daar staat het voor mij.